Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 13 augustus. Ja, vandaag veel bewolking in Nederland, met name in het noordelijk deel van het land. In het zuidoosten is het afhankelijk nog vrij zonnig. De bewolking die komt vanaf de Noordzee binnenschuiven. En misschien dat er ook nog in het noorden en midden van het land een klein spatje regen valt. Veel stelt het niet voor. Temperaturen die gaan oplopen vandaag naar zo'n 20 tot 24 graden. De hoogste temperaturen in het zuidoosten van het land. Ook vanavond en vannacht is er vrij veel bewolking aanwezig. De temperatuur die ligt vanavond zo rond de 18 graden. Een enkele opklaring is ook mogelijk, met name in het zuiden. Vannacht kan er zelfs lokaal een misbank ontstaan. En morgen, ja, dan opnieuw veel bewolking. Maar geleidelijk aan breekt die bewolking komt de zon wat vaker tevoorschijn. In de lopende dag kan er wel vooral landinwaarts een enkel buitje vallen. De temperatuur ligt morgen tussen de 20 en 23 graden en er waait een matige noordwestenwind. Vanaf maanden gaat de wind draaien naar het noordoosten en later naar het oosten. Dat betekent dat er geleidelijk aan steeds meer zon komt. Ook gaan de temperaturen omhoog. Vanaf dinsdag kan het in het zuiden van het land zo'n 25 graden worden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza en ik wens u nog een fijne dag.